Het is oktober, de maand van de geschiedenis. Uw gastpresentator is journalist en columnist Sheila Sitalsing. Goedenavond. Mijn dochtertje zag haar opa eens roken. Mama, vroeg ze, wat heeft opa in zijn mond? Ze had nog nooit een sigaret gezien. Dat is niet zo gek, nu bijna nergens meer wordt gerookt. Op tv niet, in huis niet, in de trein niet, op kantoor niet. Maar de rook liet zich niet zomaar verjagen. Ik ben het helemaal zat. Dat eindeloze gezeik dat je in overheidsgebouwen niet mag roken, dat je hier niet mag roken, dat je daar niet mag roken. Je wordt een soort paria of een geminachte minderheid en dat lijkt me niet goed. Dat is nooit goed, dus ook niet als het om rokers gaat. Ik heb wel het gevoel, je mag nou bij de KLM mag je ook niet meer roken, geloof ik, als je naar Amerika vliegt. Dat vind ik eigenlijk nogal wat. Het wordt dus ook tijd om de KLM te boycotten wat mij betreft en luchtvaartmaatschappijen uit te zoeken waar je wel mag roken. Dit was Theo van Gogh in 1996. In die tijd was de zaak aan het kantelen. Minister Els Borst van Volksgezondheid zette koers naar een nieuwe tabakswet die er in 2001 zou komen en die daarna werd aangescherpt. De roker werd steeds meer verjaagd. Uit de trein, uit het vliegtuig, uit het kantoor, uit de kantine, uit het café zelfs. Naar de rookpalen, ver weg, kleumend in de kou en in de regen. De omslag kwam laat, als je bedenkt dat al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw algemeen bekend was dat je van roken behoorlijk ziek kan worden en dood kan gaan. Maar roken werd toen vooral als een vrije leefstijlkeuze gezien en niet als een verslavingsprobleem. Jarenlang waren er anti-rookactivisten die het opnamen tegen de roker en tegen de almachtige tabaksindustrie en tegen de wankelmoedige overheid die maar moeilijk kiezen kon tussen de volksgezondheid en de accijnsinkomsten. Jarenlang waren zij de roependen in de woestijn. Jarenlang waren zij de paria's. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look up in the eye. Roken was een integraal onderdeel van ons leven. Roken kon altijd en overal. Roken hoorde erbij. Een beetje man rookte. En een beetje intelligente, geëmancipeerde vrouw rookte ook. Voor de klas stonden leerkrachten, dat weten mensen van mijn leeftijd nog wel goed te herinneren. Ik herinner me ook de leraar geschiedenis die in de deuropening stond te roken. Het is een genotsartikel. Hoe wat we er ook van vinden. En het is slecht voor je gezondheid. En het is verslavend, natuurlijk. Maar het was ook lekker volgens een heleboel mensen. Ja, daar de seks. Roken, hè? Ja, er zijn allerlei mooie beelden. We hadden nog een reclame uit de 30er jaren gevonden. En daar werd gewoon gezegd, roken, de beste sigaret voor uw gezondheid. Hoe gevaarlijk is het roken? Zeer. Ik dacht dat we rekening mee moeten houden, althans volgens een berekening van een longarts uit Eindhoven, dat er ieder jaar meer dan 10.000 mensen, mannen, in Nederland aan de gevolgen van het roken doodgaan. Dat wil dus zeggen. Mijn astma kwam in de jaren 60 op en ging daadwerkelijk, ja, kun je zeggen, actie voeren tegen het roken. Sinds jaar en dag voert dokter Mijnsma zijn strijd tegen de sigaret. Via een weddenschap met een bevriend sigarenhandelaar doet hij dat nu zelfs in de sigarettenwinkel. Wat mag ik voor u doen? Heeft u een pakje sigaretten van mijn eigen merk? Dat gif, daar heb ik nog moeite mee. Hè? U weet dat het roken levensgevaarlijk is geworden. We zitten met elkaar te proberen om dat roken nou eindelijk een halt toe te roepen. En dan komt u toch nog om een pakje sigaretten. Ik heb u al zo vaak afgeraden. Veel mensen hadden een gruwelijke hekel aan hem. Hij was iemand die de risico's van het roken onder de aandacht bracht. En dat was helemaal geen aardige boodschap.
Mijnsma was ook verbonden aan het KWF, aan de Koningin Wilhelmina Fonds, als oncoloog, was kankerspecialist. U weet hier dat de kans, nou ja, laten we het fijn houden, tenminste zo 1 op de 7 mensen gaat toch nu dood aan het roken. Hij maakte affiches met gruwelijke afbeeldingen, geraamtes die een sigaret rookte. Hij liet een doodskist met een longkankerdode over het scherm trekken. En in die tijd was er natuurlijk nog weinig televisie. Dus je had altijd een hoog aantal kijkers. Dat is, jee, heb je dat gezien? Oh, wat doet hij? Jee, zou het zo erg zijn? En hij was een beetje activistisch ook. En daardoor kreeg hij heel weinig steun van zijn beroepsgenoten. Dus kankerspecialisten, maar ook huisartsen of andere medisch specialisten. Die trokken zich er eigenlijk niks van aan. Want het ageren tegen het roken, dat maakte je niet populair. Al die collectanten die daar ieder jaar braaf langs de deuren gingen, die kregen wel eens opmerkingen van mensen. Van, ja, als jullie maar niks tegen het roken gaan doen, want iedereen rookte. En mensen wilden daar gewoon niet mee geconfronteerd worden met die ellende die roken veroorzaakte. En bij KWF hebben ze op een gegeven moment gedacht van, ja, wij moeten toch wat met het onderwerp. Hoe gaan we dit oplossen? En er is toen een besluit genomen om een dochter op te richten, de Stivoro, de Stichting Volksgezondheid Roken, als een dochter van 3 moeders. Stivoro is opgericht op kerstavond 1974. En Stivoro was de dochterorganisatie van de 3 grote gezondheidsfondsen in Nederland, de Hartstichting, het Astmafonds en het KWF Kankerbestrijding. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van, ja, wij zitten eigenlijk met hetzelfde probleem, we moeten er wel wat mee, maar we willen het eigenlijk niet, want we zijn bang dat onze inkomsten erdoor teruglopen. Wij willen niet openlijk tevoorschijn komen als organisaties tegen het roken. Dat laten we een ander doen, een dochter doen. Een oud medewerker van Stivoro die zei tegen mij, dat was een schaamlapconstructie, dat was het gewoon. En eigenlijk sinds in de hele geschiedenis van Stivoro hebben die moeders, die 3 moeders, Astma, Fonds, Hartstichting, KWF, op de rem gestaan. Hebben voortdurend gezegd van, als Stivoro met een idee voor een campagne kwam, nou, een beetje rustig aan, moeten we dat wel zo doen? En is dat niet te extreem? En we moeten niet te zeer ons, nog altijd vanwege ingegeven door de angst van, dat levert ons minder geld op. En toen kreeg je meer, je moet het allemaal voorzichtig neerleggen. Je mag de roker informatie geven, maar hij moet vooral zelf beslissen. Hij moet zijn eigen besluit kunnen nemen op basis van de gegevens. Dus dat betekent dat je toen een hele andere benadering van de rookproblematiek kreeg. Met plezier, rook met plezier. Rook Pall Mall Export, wereldbekend aroma. Pall Mall Export. Wij ontkenden die gezondheidsdiscussie helemaal niet. Maar wij vonden wel dat, mits die roker, de consument, goed geïnformeerd is, hij wel zelf die keuzevrijheid moet hebben om al of niet te roken. Goed geïnformeerd, duidelijke objectieve informatie, dan moet hij zelf kunnen kiezen. En dan moet het niet een of andere vingerwijzing zijn van de overheid of van wie dan ook, dat mag jij niet. Ik denk dat je inderdaad op je werk ervoor moet zorgen dat je af en toe het goede voorbeeld moet geven. Zeker op een chirurgieafdeling als hier. Als je mensen moet voorbereiden op een operatie, dan moet je inderdaad wel eens zeggen tegen mensen dat het beter is dat ze stoppen met roken. Omdat anders de complicaties na de operatie vervelend kunnen zijn. Binnen de medische stand in Nederland was natuurlijk volledig bekend wat roken deed. En tot je grote verbazing was het niet ongebruikelijk dat je op een spreekuur zat bij een arts, dat die arts rookte en dat de asbak op tafel stond. 3/4 van de Nederlandse mannen en 4 op de 10 vrouwen steekt regelmatig op. Roken heeft nog altijd status. Politici doen het, sporters doen het, filmsterren en acteurs doen het. Hey, wat heb jij een sigaret voor me? Ja. Hé, hey John, dat is mijn melk. Wat was het doel van Stivoro? Om met gerichte voorlichting, campagnesgewijs, het roken tegen te gaan.
eerste stap die ik daarin wilde zetten was het aannemen van een socioloog, een gedragswetenschapper. Het ging om de gedragsbeïnvloeding. He comes from Nova City. He's different from the rest. His ladies sure are pretty, and they all say he's the best. Some people call him genius, and some say he's a fool. But everybody knows the man is cool. En op een gegeven ogenblik hebben we gezegd, de tabaksindustrie is heel sterk bezig om het wel roken in feite de norm te laten zijn in Nederland. We hebben gezegd, we gaan op het omgekeerde zitten. We gaan promoten dat niet roken de norm is en dat roken abnormaal is. Dat was onze strategie. Bij elkaar heeft Stivoren, geloof ik, ik heb het eens uitgerekend, 102 miljoen gulden gehad in al die 23 jaar dat ze bestaan. En dat bedrag werd voor een belangrijk deel opgehoest door het ministerie van Volksgezondheid. Maar die 102 miljoen gulden was ongeveer wat de tabaksindustrie in één jaar uitgaf aan de marketing van tabaksartikelen. Dus ja, het staat in geen verhouding. En dus het bleef een kleine mug waarvan de tabaksindustrie met het grootste gemak kon zeggen van ja, jullie doen ons niks. Ik geloof de één na grootste exporteur in de wereld zelfs van sigaretten. Er stonden twee hele grote fabrieken, waarvan één van ons. En dat was dus ook qua werkgelegenheid en economische activiteit, zeker in die streken waar die fabrieken stonden, was dat heel belangrijk, ja. De overheid zag de roker natuurlijk als de kip met de gouden eieren. Die slacht je niet. Er kwamen miljarden aan accijns binnen van al die rokers. Dus de overheid mat eigenlijk met twee maten. Aan de ene kant het ministerie van Volksgezondheid, aan de andere kant Economische Zaken. Ik heb een brief gevonden van Financiën aan het ministerie van Economische Zaken. Was er sprake van accijnsverhoging. En daar stond in van ja, een paar jaar geleden hebben we dat ook gedaan. We moeten de accijns niet te sterk verhogen, want een paar jaar geleden hebben we dat flink verhoogd. En toen waren er ineens zoveel minder rokers dat de netto opbrengst van die accijnsverhoging was eigenlijk dat we 150 miljoen gulden minder accijns er binnenkrijgen. En dat was het advies van doe het maar niet, of doe het maar niet te drastisch. En dat is eigenlijk natuurlijk buitengewoon cynisch. Want eigenlijk zeg je daarmee dat mensen minder gaan roken. Dat is niet in ons belang als overheid. We hebben er ook steeds op aangedrongen dat de ontwerpen voor een nieuwe tabakswet, dat die in het parlement weer ter hand genomen werden om te kijken van is het niet mogelijk om die tabakswet tot stand te brengen. Het blijven allemaal concepten, maar het moet echt behandeld worden en aangenomen. En we hebben ook de overheid daarin aangespoord. Doe dat nou. Wij zijn bezig met dweilen, maar jullie zetten de kraan open. Het roken in het Nederland was natuurlijk zo ingebed in onze cultuur en onze samenleving. En dat was een onderwerp geworden dat zich helemaal afspeelde binnen de vrijheid van keuze. En dan is het typisch Nederlands dat je de keuzevrijheid van de man of de vrouw die naast jou staat niet wil beperken. Dus ik denk dat de zaak misschien wel 20 jaar vertraagd heeft uiteindelijk. In andere landen gebeurde eigenlijk al veel meer. En met name in landen waar wij ons graag aan mee vergeleken en we graag aan wilden meten. Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk. Do you hate someone enough to kill? Here's all you do. Whenever you meet your enemy, smile and offer him a cigarette and delight. He'll never suspect a thing. But chances are that shortly he'll be carried off by one of those smoking diseases and you'll have had your revenge. Incidentally, it's perfectly legal. In Amerika rust op roken een zwaar taboe. Steeds minder Amerikanen wagen het om op hun werk te roken. Het congres heeft een wet in de maak die gebouwen waarin dagelijks meer dan 10 mensen komen tot rookvrije zones verklaart. Cigarettes and smokeless tobacco are harmful, highly addictive and aggressively marketed to our young people. The evidence is overwhelming and the threat is immediate. Okay, let's do it.
He's hooked. We've got him for life now. Cigarettes are addictive. Before you know it, you're hooked. Er waren natuurlijk ook mensen die aan de zijkant stonden, die vonden dat we niet fel genoeg waren. Ik weet niet of u die club kent van Club Actieve Niet-Rokers. Die hebben dus de bescherming van de niet-roker heel erg in hun vaandel. En die hebben als gezegd, jullie zijn veel te lief. Je moet meer, hè? Op een gegeven moment heeft Stivoro zich wat tanden laten zien. En is met een campagne begonnen tegen passief roken. Morgen, Paul, was het weekend. Wat een rotwedstrijd, heb je gekeken? Morgen, meneer De Haas. Hoe was het ook alweer? Zwart op de melk. Morgen, Paul. Hou je de file voor, zijn? En ik het gewoon, Paul. En nog een lezen in de krant. Morgen, Paul. Komt de bier nog gezien? Laat een ander niet meeroken. Ook niet op het werk. Je kunt van een roker nog altijd volhouden dat er een eigen schuld achter zit. Van je wist dat het slecht was en je bent toch gaan roken. Maar een meeroker, op dat terrein was de tabaksindustrie buitengewoon kwetsbaar. Dat wisten ze. Nou, we wisten wel dat over meeroken, zoals dat toen populair. Wij vonden dat ook een beetje een foute term. Want die roken is niet te vergelijken met zelf roken. Alleen al de concentratie van wat je binnenkrijgt. Het mag dan niet altijd fris ruiken. En we vinden het misschien stinken. Maar je krijgt natuurlijk bij lange na niet de concentratie aan tabaksrook binnen die je een roker binnenkrijgt. Dus in dat opzicht vonden we ook soms de discussie wat vertrokken. De tabaksindustrie heeft zich decennia lang natuurlijk tegen elk bewijs verzet. Ze vonden het nog steeds niet voldoende. En elke keer als de tabaksindustrie via de media liet weten, nee hoor, dat bewijs, neem het nog maar niet zo serieus, het is niet zo, er is gesjoemeld met cijfers, wat dan ook, dan zeiden de rokers, zie je wel, niets van aantrekken. En zo bleef je altijd die twee kampen houden natuurlijk. Toen kregen we een boze brief van de tabaksindustrie. Die voelde zich natuurlijk toch bedreigd daardoor. Hadden jullie het benauwd? Nee. Nou, we waren nooit zo benauwd. We waren inmiddels wel gewend aan wat tegenstand in de maatschappij. Wat de tabaksindustrie al die jaren heeft geprobeerd, en ook de heer Keulen van British American Tobacco heeft dat al die jaren geprobeerd, is die controverse levend houden. Die discussie over rook en gezondheid moest blijven. Want zolang het controverse was, was er in Den Haag of in Brussel of waar dan ook, of Genève, was er niemand die echt drastische maatregelen wilde nemen. Want ja, schadeclaims, risico's, dat doen we niet. Dus, en dat was de belangrijkste tactiek van de tabaksindustrie in de afgelopen 40, 50 jaar. Ze hebben ons toen aangeklaagd bij de reclamecodecommissie. Als verwijt kregen wij dat wij het publiek misleiden. Een beproefde tactiek. De tabaksindustrie stapt niet graag naar de rechtbank. Want de tabaksindustrie wil geen vonnissen hebben. Die wil geen veroordelingen hebben. Want als je veroordelingen hebt, dan is het onroepelijk en dan ben je schuldig. Dus ze zijn eerst naar de reclamecodecommissie gegaan. En in de reclamecodecommissie zei van, nou, dat mag wel, die campagne van Stivoro. Nou, toen hebben ze gezegd, dan gaan we nu naar de rechtbank in Den Haag. Dat moet geweest zijn in het jaar 87. En daar hebben ze ons aangeklaagd, ook weer volgens een bepaald artikel, met reclame enzovoorts, misleiden van het publiek. We hebben een advocaat moeten nemen. We hebben er erg veel werk in moeten steken. Tijd en energie in moeten steken. De rechtbank zei, Stivoro mag best een beetje overdrijven. Dat hoort bij deze organisatie. Iedereen weet dat deze organisatie tot doel heeft het roken te verminderen. Dus dat kan. Het mag, Stivoro, omdat algemeen bekend is dat Stivoro een eigen standpunt daarop heeft. Dat standpunt klopt ook met de tabakswet en mag dus eenzijdig zijn. Wij richten ons op volwassen mensen die konden stoppen met roken. En heel langzaam maar zeker gingen we ons ook op andere groepen richten. De kinderen werden steeds belangrijker, zwangere vrouwen werden steeds belangrijker. Dus het scala aan mensen waarop we ons richten werd steeds groter. Kwasiki. Iskede. We zijn ons steeds meer gaan richten op het feit dat het hier een volledige verslavingsproblematiek gold en niet een leefstijlkeuze. En bij verslavingsproblematiek heb je een andere manier van benaderen nodig. Ik had een advertentie laten maken
En die, dat wil zeggen, die was me aangereikt door een reclamebureau. En dat was een hand. Stelt u zich voor, een hand als een pistool. Het centrum van die hand was een pakje sigaretten. En de loop, dat was een sigaret die eruit stak. Nou, werd onmiddellijk opgebeld door de tabaksindustrie. Smakeloos, smakeloos, hoe komt u erbij? Er was een hele tendens, een enorme actiebereidheid en tendens om dat roken nou eens even aan te pakken. En die tabaksindustrie was natuurlijk de boosdoeners. Dat waren die enge mannen in achterkamertjes die kindertjes aan het roken brengen. En dat vond u onzin natuurlijk? Nou, daar ging het om onze integriteit. Het was een legale industrie, dat in de eerste plaats, waar de overheid ook nog eens alle overheden miljarden aan verdiende. Dus een beetje dubbele rol ook. Maar bovendien, wij wisten dat we volstrekt eerlijk en integer te werk gingen. Ik kan me voorstellen dat iemand van de tabaksindustrie zegt dat ze hun best hebben gedaan om mee te gaan in de trend van het niet roken. Maar dan zeg ik maar heel onparlementair, dat is volstrekt de flauwekul. Want waarom zou je nou als bedrijf dat verantwoording aflegt aan aandeelhouders zeggen, we doen ons best om ons product niet te verkopen? Nou, dat is gewoon nonsens. Als ze dan ook nog over meeroken begonnen, waarvan iedere wetenschapper kon vaststellen dat de effecten daarvan toch heel anders waren. Veel beperkter dan van roken zelf. Toen werd het toch wel wat spannend af en toe. Of er ontstond irritatie, natuurlijk. Van alle jongeren die beginnen met roken en blijven roken, zal de helft voortijdig sterven. Dat kunt u helpen voorkomen. Roken, dood en doodzonde. Wat hele lastige was in die tijd, was het voor elkaar krijgen dat de werkplek rookvrij werd. En met de werkplek ook de horeca, want ook dat is een werkplek. Iedereen weet dat roken slecht is voor de gezondheid. Maar niet iedereen weet dat je daar ook anderen mee in gevaar brengt. En dat zelfs niet-rokers kunnen sterven aan de gevolgen van meeroken. Dat zat ook weer in het domein van, maar roken moet toch kunnen. En mensen worden onrustig als ze niet roken, dan krijg je allerlei problematiek. Dus, dan doe je gewoon met je collega's en dan zeg je tegen je collega, vind je het goed dat ik op de werkplek rook? En als die ja zegt, dan steek je er gewoon één op. Dus dat hoeven we niet te regelen. En die discussie is op dat niveau heel erg lang gevoerd. En dat was alle wetenschappelijke gegevens ten spijt. Lukte dat maar niet. Moest dat zo van de directie? Nee. Dus jullie hebben het gewoon samen opgelost? Ja, absoluut. Roken? We lossen het samen wel op. Roken op het werk is de laatste jaren een van de favoriete en gevoeligste discussiepunten geworden. Tussen werknemers en werkgevers, maar vooral ook tussen werknemers onderling. De minister wil een eind aan die discussies maken en de ongezondheid van het roken als uitgangspunt nemen. Werkgevers en met name de leidinggevende moeten daarin een vooraanstaande rol gaan spelen. Je bent natuurlijk wel afhankelijk van de leidinggevende. Die moeten dat natuurlijk ook wel willen controleren. Maar iedereen die even nadenkt, iets leest over de schadelijke gevolgen van roken en dan een leidinggevende positie heeft, die moet toch zijn verantwoordelijkheid nemen. Els Borst was de eerste minister die heel vrij fanatiek ook het roken wilde uitbannen, in ieder geval terug wilde dringen, ook onder jongeren. Zij was een vrouw met ballen. Zij durfde wel, zij durfde dingen te zeggen, zij durfde dingen te doen. En zij durfde ook tegenover haar collega-ministers een standpunt in te nemen en dat standpunt te verdedigen. En het is natuurlijk niet voor niks dat onder haar ministerschap de ingrijpende tabakswet, zoals we die nu nog kennen, tot stand is gekomen. Je moet mij goed begrijpen, dus wanneer er maar drie manieren om die tafel gerookt wordt, dan hij er ook niet. Nou, als hij bezwaren hebt tegen het roken, nou, dan ga je toch ergens anders zitten. Het is een verschrikking met dat stel wat er zit. Het is onvoorstelbaar. Ik heb er last van. Ja, nou, behoorlijk. Ik ga je altijd achter zitten. Ik kan er niet goed tegen. Probeer er wat rekening mee te houden, maar er zijn echt momenten dat je zegt, ja, je doet het onwillekeurig.
ondanks dat hij er last van heeft, zegt u van nou, ik moet toch roken? Min of meer, ja. En stel dat er wettelijke maatregelen komen? Dan zal het anders kunnen moeten liggen, vrees ik. Links van me, rechts van me, achter me, voor me, overal werd er een wezen gerookt. Dan kreeg ik keelontsteking, hoofdpijn, mijn neus zat helemaal verstopt. Dan krijg je van een bedrijfsarts te horen. U kunt het accepteren dat u in de rook moet werken. U kunt een andere baan zoeken of u kunt andere maatregelen nemen. Nou, accepteren om in andermans schadelijke tabaksrook te blijven werken, nooit van zijn leven, het is mijn gezondheid. Van baan veranderen, er is niemand die mij mijn baan afneemt. Ik verdiende daar wel dus mijn boterham. Dus ik wist eigenlijk voldoende. Er was voor mij nog maar één mogelijkheid en dat was dus naar de rechter stappen. Dat was een hele bijzondere zaak, omdat het eigenlijk de eerste keer was in Nederland dat iemand, misschien wel in Europa, dat iemand naar de rechter stapte en een rookvrije werkplek eiste. Dat was heel dapper van die vrouw ook. Ik had zoiets van, yes, eindelijk gerechtigheid. Eindelijk gerechtigheid voor Nanny Nooyen. Eindelijk gerechtigheid voor alle niet-rokende mensen in Nederland. Van de argumenten die de president heeft genoemd, van de wetgeving die hij heeft genoemd, kunnen ook andere werknemers precies hetzelfde eisen wat mevrouw Nooyen ook heeft geëist. Gewoon een absolute rookvrije werkplek. Ik denk dat dat de doorbraak was. Tenminste, dat krijg ik van mensen om me heen wel eens te horen van, als jij toentertijd niet naar de rechter was gestapt, dan hadden we nou nog met z'n allen in de rook moeten werken. Zij heeft wel die hele discussie, denk ik, wel in beweging gezet. En ook de politiek daardoor meegekregen in die beslissing om roken op het werk, op de werkplek te verbieden. Dus het was een mijlpaal? Ja, dat was absoluut een mijlpaal. Het tij was echt mee. Mensen vonden echt dat het anders moest. En toen de tabakswet kwam in 2003 en het dus ook de fysieke omstandigheden in Nederland anders gingen worden wat het roken betreft, toen is er echt het keerpunt is geweest. En dat is ook echt het moment geweest waarop wat wij graag wilden, namelijk niet roken is de norm, is begonnen. Als jij de hele dag niet meer op je werk kan roken, dan leidt dat tot een daling van de consumptie, inderdaad. En tot een hele maatschappelijke cultuur waarin roken inderdaad niet meer past. Je mocht niet meer in restaurants roken, niet meer in het hotel, niet meer in het vliegtuig, niet meer op je werkplek. Nou. Hebben de anti-rookorganisaties, zoals bijvoorbeeld Stivoro, de strijd tegen het roken gewonnen? Nou, ik zou eigenlijk iets te veel eer vinden voor Stivoro en met name de moeders van Stivoro om te zeggen van wij hebben de strijd tegen het roken gewonnen. Want ik denk dat zij, en dat is eigenlijk treurig om te moeten constateren, ik denk dat zij daar niet een hele beslissende rol in hebben gespeeld. Het was onafwendbaar. Ik bedoel, het bewijs is zo overweldigend het is de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak, longkanker door roken. Of andere vormen van kanker door roken. Dus geen enkele overheid kan daar meer omheen. Het was onafwendbaar. Dat klinkt misschien als een wat sneuwe conclusie voor Stivoro en voor dokter Meinsma, die zo lang en zo hard hebben gevochten om niet roken tot norm te verheffen. Jarenlang zijn ze verguisd en weggezet als fundamentalistische gekkies die de gewone man zijn genot wilden afpakken. Maar zij zijn het die de weg hebben geplaveid voor het recht op een rookvrije omgeving. Zo gaat het dus met veranderingsprocessen. Eerst lachen ze je uit, vervolgens gaat het hart tegen hart. Jarenlang loop je tegen muren en beuk je op dichte deuren. En dan krijg je medestanders. Spreekt de minister zich uit? Stapt een dappere medewerkster van de posterijen naar de rechter? Gaan mensen zich bekommeren om hun gezondheid? Een balletje dat eenmaal rolt, is amper nog te stoppen. Dit was Andere Tijden. Kijkt u ook nog even naar onze website vol filmpjes hoe vrolijk iedereen de volgende sigaret opstak. Toen. Volgende week gaat het over kerncentrales. Die beloofden een zorgeloze toekomst. Maar er waren ook twijfels. Wat als er iets misgaat? Zijn er wel rampenplannen? En werken ze ook? Uw gastpresentator is dan historicus James Kennedy. Attentie, attentie. Hier volgt een belangrijke mededeling van de burgemeester. Het gevaar bestaat dat radioactieve besmetting zal optreden. Er was absoluut helemaal niks. Ook niet landelijk. Sluit
worden wegen raken verstopt en ja, wat doe je dan? Paniek. Luister voortdurend naar de radio.